Al op 11-jarige leeftijd verlaat Hugo de Groot Delft om in Leiden rechten te gaan studeren. Na zijn studie en promotie vestigt hij zich in Den Haag, waar hij al heel snel publieke functies gaat bekleden. Hierdoor komt hij terecht in een godsdienstig conflict dat Nederland tot op het bot verdeelt. Samen met Johan van Oldenbarneveld, de machtigste politicus van het land, komt hij lijnrecht tegenover prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje, te staan. Van Oldenbarneveld wordt gearresteerd en onthoofd op het Binnenhof. Hugo de Groot ontsnapt dit lot, maar wordt wel ter eeuwige gevangenissen opgesloten in slot Loevestein.